Welkom bij mijn derde vlog bij Sierre de Beatbox. We gaan nu even over de instellingen van de Loopstation. En we gaan drie kanalen uitleggen hoe je met welke effect welke beats in kunt spelen. En voor jullie kijkers thuis, als ik te snel ga, doe het terugspoelen. Herbekijk het nog een keer en we kunnen het dan weer verder. Ja? Want bij deze instellingen, wat ik u zeg, is meestal voor alle Loopstations. En de andere dingen. Ik heb wel één ding te zeggen. Big up to Thorsen van zijn Loopstation setup, settings. Kom maar kijken, want we hebben twee, drie dingen doen wat dan Thorsen mij uitgelegd heeft. Big up to Thorsen, bro. Dus bij Memory, als je goed kijkt, bij Memory ga je... Exit, Memory. Ga je drie keer naar rechts bij de comp, ga je op -3 zetten. Dan reverb ga je op 5 zetten. Daarna ga je input effect multi doen en de track effects ook multi doen. Dan kan je verschillende effecten gelijkertijd produceren, snap je? Dus we gaan nu komen aan onze eerste kanaal. De eerste kanaal is een drum. Meestal de drums die ik daarin steek. En ik gebruik Dynamics. Als je op Dynamics gaat, gaat bij de input instelling van Dynamics Live Comp. Dat is de beste instelling dat er is. Dus gaan we daar een demonstratie nu van geven. Kijk, zo klinkt dat. Zonder Dynamics en met Dynamics. Zie je, veel zuiverder. Dus we hebben nu onze eerste beat, onze drum opgenomen, ja? We hebben dat aangepast met Dynamics en we hebben daar een reverb effect voor de clap bij gedaan. Bij de tweede melodie, wat we gaan doen, is een tweede kanaal, is een melodieus kanaal. Wat doen we daar? Nurien, humming, bassen, whatever what you want. Maar daarvoor gaan we een reverb gebruiken, dat maakt... Zie je, zo heel voller maakt dat. Dus wat gaan we dan doen? Zullen we een beat weer aanzetten en luister goed. We hebben ons twee kanalen, maar voor de derde, waar ik heel graag van hou, is de guitar to bass effect. Wat brengt dat? Dat brengt een dikke galm, ondergrondse galm, waar je heel de boxen en de zalen kunt mee bespelen. Deze gaat echt vet zijn en deze gaat op deze manier. Hier kijken, wat is die? Hier, guitar to bass. Instellingen en
en de basisstappen van de RC 550 in te stellen. Als jullie zin hebben, kijk naar deze vlog, kijk naar deze video, maak je loopstation opnames 1000 keer beter, want dit is Sandy Beatbox. Vlog nummer 3. Ik ga een demonstratie geven, een perfecte improvisatie. Perfect is wel groot gezegd, maar we gaan ons hier even demonstreren hoe een loopstation werkt en op welke manier dat ik werk. Zijn jullie er klaar voor? Want we gaan nu beginnen. Maar dat kan mij niet schelen, maar ik krijg helemaal meer dorst. Als je mijn werk leuk of nuttig vond, duw op de like-knop. Abonneer op deze kanaal als je meer wilt zien van mij of mijn werk. En deel dit met je vrienden die dit ook leuk zouden vinden. Thanks for watching! Oh.